Hey, hallo allemaal. Goedemorgen. Ik weet niet of het morgen is als je dit ziet. In ieder geval, het is nu wel voor ons morgen. Het is maandagmorgen, 11 uur of zo. We hebben onze eerste bestuursvergadering deze ochtend. We hebben hem overigens niet altijd voortaan op iedere maandagochtend, denk ik. Maar dit is de setting. Ik ga nu echt een diepe gezet, jongens. Ja, ik ga ook snel. Wil iemand even die uitnodiging uitvinden? Die staat voor bestuur. Ja. Hoeveel te doen? Nu moet er niet doen. Zie dat staan dan. Omdat je het waar bent. Ja, maar dat heeft daar gewoon veel minder. Nou. We zijn op weg naar de opening van het academisch jaar. Uitgerekend vandaag is het ongeveer 30 graden. Allemaal in pak. En we hebben de VGSN'ers al gespot. Hey, waar is jullie vierde lid? Onderweg, met de kaartjes. Ja. Nice. Rubens dienstascriptie behandelt de vraag hoe complete kwantumdynamica aanleiding kan geven tot incomplete klassieke dynamica. We komen net terug van de opening van het academisch jaar, Janneke en ik. En de rest hebben we daar even achtergelaten om te socializen. We zijn externe rondjes aan het doen. Ja. En wij hebben weer andere belangrijke meetings. Oké, Janneke alleen. Ik niet, ik heb niks te doen met mijn leven. Ik heb dus een mes gevonden. Maar Maartje dacht dat ik een stoel voor haar ging pakken. Wat zorgt Debbie toch goed voor de gasten? Ze moet een aparte stoel pakken omdat ze anders niet kan zitten. Maar als mensen nou even hun zooi opkomen halen. Ja, echt dan kan ze daar ergens zitten. Kijk dan wat een immense zooi. Word je toch niet blij van? Wie is het? Jonathan. Bibo. Hey, hoi. Ik vroeg me af, mag ik misschien door naar de BK komen en met de MZ-telefoon mensen gaan bellen? Ja. Dat mag je doen. Ja. Dat mag je doen. En is er misschien ook een laptop vrij die ik misschien kan gebruiken om dan niet eraan te werken? Nee, iedereen is er. Nou ja, iedereen. Bijna iedereen is er vandaag. Dus alles is bezet. Ik denk dat ik er rond 3 uur in bed. Oké, is goed. Tot straks. Dankjewel. Oké, doei. 100% goed. Ja, behalve als je er een naam gooit. De bijlage heb ik niet, heb. Oh, het blijft zo moeilijk om gewoon de bijlage mee te sturen als je mailtjes stuurt. Oh. Wat? Ja, de dag is lang, ja. Wauw. Trouwens, ik heb nog steeds niet goed een rondleiding gegeven door de nieuwe bestuurskamer. En er zijn ondertussen al wel een aantal mensen langsgekomen. Die hebben al wel hun bewondering geuit. Hopelijk later deze week is het een beetje netjes. En dan ga ik zo'n harde rondleiding geven. Iedere hoek krijgen jullie dan te zien. Maar wat betekent nou eigenlijk overige posten? Nou, de enige die zich heeft geïnteresseerd in de nieuwe begroting, verblijkelijk ik. Ja, inderdaad. Terwijl zij me heeft geholpen met me op te stellen. Maar ja, hoe moet ik dit nou opvatten, mensen? Ja, jullie krijgen nog wel een boos berichtje van mij in de BIM. Nou, hier is er maar bijgehaald. Met echt best wel een grote tang. Alleen doet de tang het ook niet zo goed. Want de tang is verbogen omdat ze er een ijzeren hek mee hebben geprobeerd vast te maken. Los te maken. Wie heeft er allemaal wel eens water op zijn rug gekregen omdat hij met zijn rug
naar de bar stond. Ik. Ik. En ik ook. Zo, het is eindelijk tijd voor een goede rondleiding. Gisteravond op de oudejaarsborrel zijn er al een aantal mensen, nou eigenlijk best wel heel veel mensen, even boven komen kijken. Maar ik ga nu een goede rondleiding geven. Tada! Kijk, je kan gewoon binnenkomen lopen. Zonder zooi. En je kan gewoon op de bank neerploffen. Super chill. En dan is dit wat je ziet. Kijk, als je voortaan hier komt, het is een goed voornemen. Ik hoop dat het ook echt gaat werken. Dan kun je je spullen hier dumpen. Kijk, dit moet nog opgehaald worden, dit moet nog opgehaald worden. Daar zitten de heren en de externes. Deze kast hebben we opgeruimd. Oké, er zit nog steeds super veel zooi in, maar wel een hoe noem je dat? Georganiseerde zooi. Nee, ik heb het in die bak gegooid. Dat is de afwasbak. Hier staat nu de koelkast, dus daar kun je ook super makkelijk bij. Hier is nu een soort van paadje. Zingen op de bar. Wauw. Wat echt volgens mij de droom van iedere heer is. Het ultieme heeresgevoel. Ik kan het natuurlijk niet weten, maar ondertussen is het vrijdag ochtend 10:30. En Hanna is hier al vanaf 10:00. En Jorie is hier ook. Hard aan het werk. Zometeen komt de Bim weer jullie kant op. Ja. Maar ja, we gaan even een dagje boeken houden. Superleuk. We zijn dus echt al bijna de hele dag bezig. Het is 3:00 middags. En er schijnt dus een of andere fout te zitten in de boekhouding. Sorry, mijn fout. Haar. Maar nu moeten we dus stoppen met boekhouden. Want misschien moet het helemaal opnieuw. Ik heb even niks meer te zeggen. Ik ook niet. Jurgen en ik staan momenteel in de koelcel met de biertank. Hier, weet je wel. Misschien ben je hier wel eens geweest. Maar zoals je ziet, er staat dus nog super veel vlees van de startbarbecue. En het gaat bijna allemaal weg waarschijnlijk. En op het moment dat jullie dit zien, is het denk ik maandag. Als je dit meteen kijkt als je erop komt. En echt, als je tijd hebt, als je vlees wil, kom dan vandaag nog eventjes naar de villa en neem wat vlees mee, want anders gaat het allemaal weg en dat is super zonde. Wij hebben het dik ingeslagen. Hoeveel pakketten hebben we? We hebben wel 10 pakketten. Ja. Echt pakketten, joh, je wilt niet weten. Ja. Hier, allemaal gratis, gratis. En neem mee, want anders dan wordt het weggegooid en dat is echt doodzonde. Want het is gewoon vlees, het is eten, het is super lekker en je kunt er heel veel verschillende dingen mee doen. En dan kun je het dus thuis in de diepvries stoppen en dan is het nog 3 maanden goed. Eet smakelijk! Ja. Hey Evert, als je kijkt, deze is voor jou. Gefeliciteerd.